Wij worden vandaag als circulair bedrijf geconfronteerd met dichtslippende wegen, file, congestie van de wegen. In die zin gaan we op zoek naar andere transportmodi. Spoor is één oplossing, maar water wint de laatste tijd heel erg aan belang. In die zin gaat ook de overheid ons erbij helpen met het aanleggen van kades. Er zijn de laatste 10 jaar een 100-tal kades aangelegd in Vlaanderen. Maar ook bijvoorbeeld door een verlaging van de heffing op afval die via het water wordt getransporteerd. In die zin heeft ook Go4Circle regelmatig overleg met de waterwegen en zeekanaal, als ook met de Waalse administraties. De federatie helpt ook de bedrijven bij het indienen van dossiers hieromtrent, voor uiteindelijk ook het transport te optimaliseren. En last but not least, belangrijk te melden ook, dat de ecologische voetafdruk voor transport over water heel wat interessanter is dan het klassieke vrachtvervoer. Le 1er avril 2016, toutes les sociétés de transport en Belgique ont été impactées par rapport à une taxe kilométrique sur les camions. Cette taxe nous a obligé à placer 200 obus sur nos véhicules roulants et ça nous a fortement embêté dans notre organisation générale. Bien heureusement, la fédération aidée de l'UPTR ont organisé des formations, des séances d'information, ont régulièrement donné un suivi de toutes les réunions pour nous permettre de nous y retrouver dans cette grosse problématique et bien sûr de pouvoir prévenir nos clients et les sensibiliser à cette nouvelle taxation.